een nipte 3-2 overwinning tegen Versien. Met welk gevoel sta jij hier nu? Wel in de eerste plaats blij dat we de 0-2 achterstand nog hebben kunnen rechtzetten. En ook op een duidelijke manier, niet te vergeten. Oké, 3-2, maar de vierde set nemen we duidelijk afstand. De vijfde set, de spannendste set dat alle kanten altijd kan uitgaan, hebben we toch een duidelijk overwicht getoond. Dus in alle omstandigheden, in acht genomen, ben ik super blij dat we nog 2 punten gehaald hebben. Ja, vertel eens, die eerste 2 sets waren maar zeer rampzalig voor jullie. Wat schort eraan? Wel, als ik het zou weten, ik had het direct proberen veranderen. Wat ik denk is dat we een beetje geïmponeerd zijn geweest door hun lengte, door al die buitenlandse namen. Het liep niet, we konden niet genoeg servicedruk geven en eigenlijk hebben we een beetje het heft in de handen van de tegenstander gelaten. En dat was spijtig. Misschien ook een beetje overschatting? Overschatting? Ik weet het niet, ik durf het niet zeggen. Dit is weer al min of meer een nieuw team. Hè. In de nieuwjaarsperiode hebben ze nogmaals versterkt. In Farsien waren we 2 maanden geleden heel overtuigend gaan winnen. Dus misschien onderschatting, overschatting. Ik zoek in ieder geval de oorzaak bij mijn eigen team. Ik vond dat we ook in hetgeen wat we hadden moeten uitblinken van in het begin, dat is de teamvorming. En dat heb ik niet echt gezien. En dat is toch wel een heel belangrijke factor. Ja, in die eerste 2 sets heb ik ook vrij veel persoonlijke fouten gezien. Heel veel, heel veel. Maar ook heel verspreid. En dat is al een beetje heel ons seizoen zo. Op zich vind ik dat ook niet slecht. De fouten zitten dikwijls ook niet bij 1 speelster. Dus iedereen maakt zijn foutjes. Iedereen begint extra druk te voelen op een bepaald moment. Eigenlijk vind ik dat persoonlijk niet slecht, dat iedereen zijn foutjes maakt. Natuurlijk, qua dan mogelijkheden om te vervangen, wordt het wel moeilijk. Want de ene maakt een fout, de andere maakt een fout. Dus als coach is dat op zich niet makkelijk.